Goedendag, zeer wisselvallig weekend is het met veel buien die er zijn gevallen. Best wel verschil tussen zaterdag en zondag. Want zaterdag hadden we ook mooie opklaringen tussen die buien. Zondag is er toch echt wel veel bewolking, zijn die buien wat meer samengeklonterd. En we staan aan het begin van een nieuwe week. Dus het is ook een mooi moment om te gaan kijken of die buien geleidelijk aan toch wel gaan verdwijnen. Nou, dan begin ik met het bovenluchtpatroon op zo'n 5 kilometer hoogte. Dit is de kaart voor zondagmiddag. En dan zien we veel koude lucht boven het noorden van Europa en het oosten van Europa. En Nederland ligt net op de grens van die koude lucht. Die koude lucht is al wat naar het oosten opgeschoven, want dit weekende hadden we ook te maken met die echte koude lucht in de bovenlucht. En daardoor zijn er dus flink wat buien tot ontwikkeling gekomen. Als ik de animatie aanzet, dan zien we wel dat er geleidelijk aan wat gaat veranderen. Want er komt een uitloper van een hoge drukgebied in de bovenlucht, een rug zoals we dat noemen, die komt een beetje boven Nederland te liggen en die gaat ervoor zorgen dat de onstabiliteit onderdrukt wordt. De lucht die wordt ook duidelijk wat warmer. Maar we zien ook weer nieuwe koude lucht, zo bij IJsland en bij Groenland. En die koude lucht, die komt ook weer onze kant op, want die rug die kantelt als het ware. En dan zien we dat er toch weer echt koude lucht onze kant op gaat komen komend weekende. En dat betekent dat het opnieuw onstabiel gaat worden en dat de kans op buien toch wel weer erg groot gaat worden in de loop van het weekende. Aan de grond is dat ook wel goed te zien hoor. We zien eerst nog steeds die noord-noordwestelijke stroming boven de Noordzee die buien heeft aangevoerd. Vandaag ook weer heel veel buien die dus samengepakt zijn als het ware. Maar het hoge drukgebied boven Ierland en boven het Verenigd Koninkrijk komt langzaam maar zeker wel richting Nederland. Als ik de animatie aanzet, dan zien we eigenlijk dat op woensdag, donderdag dat hoge drukgebied gaat passeren. Dat we dan juist een wat meer zuidelijke stroming gaan krijgen. En dan kan de temperatuur inderdaad wat omhoog gaan. En dat niet alleen. Dan wordt de buienactiviteit ook wel onderdrukt. Maar we zagen in de bovenlucht dat het allemaal van korte duur is. En eigenlijk kunnen we dat ook wel aan de grond zien. Want in het weekende komen de storingen weer onze kant op. En dan hebben we te maken op zondag weer met zo'n noordwestelijke stroming volgens dit Amerikaans model. En dat betekent dat er weer veel buien gaan vallen. Kortom, het wordt even wat beter, maar daarna toch wel weer wisselvallig weer. Nou, ik kan u nog even snel de buienactiviteit van maandag laten zien, want dan zijn we er nog niet vanaf. Dit was zaterdagavond, dat trekt allemaal over. Zondag hebben we dus te maken met die buienzone die overtrekt. En maandag dan komen er ook nog buien aan die vanuit het noordwesten worden meegevoerd. Wel zien we heel duidelijk dat ze minder talrijk zijn. En dat betekent dat er weer wat meer opklaringen gaan komen, ook op die maandag. Die ziet er dan weer wat vriendelijker uit dan de zondag. Neerslagkansen, heel duidelijk in beeld dat die woensdag, donderdag duidelijk wat droger gaan verlopen. Maandag inderdaad ook nog wel veel buien. Dinsdag een beetje een overgangsdag. Met name in de kustprovincies denk ik dat er nog wat buien gaan vallen. En dan richting het weekende gaan die neerslagkansen toch echt wel weer omhoog. En moeten we er rekening mee houden dat het wisselvallig gaat worden. Als we naar de temperatuurpluim kijken, dan zien we ook dat juist op die donderdag en vrijdag de temperatuur net wat hoger kan uitpakken. Dan moeten we rekening houden dat we langzaam naar zo'n 17 tot 20 graden gaan. Ja, misschien dat zaterdag ook meedoet, maar er is al vrij veel onzekerheid. En daarna zal die temperatuur weer iets lager uit gaan komen zoals het er nu naar uitziet, omdat die noordwestelijke stroming dan dominant wordt. Gaan we nog even naar de weerkaarten ook kijken. En dan kijken we voor maandag. Ja, hier en daar valt er dus een bui. 16 of 17 graden gaat het worden. Nog steeds die noordwestenwind die er staat. Denk dat de zon zich ook wel gaat laten zien. En dan maken we nog een stapje naar de dinsdag toe. Dat is Prinsjesdag. Met name in de kustgebieden kunnen er dan wat buien vallen. In het binnenland zal het grotendeels droog blijven. En de wind is ook wat minder dominant aanwezig. Rond de 17 graden. Dat geldt ook voor de woensdag. Ook dan nog steeds kans op een bui in het westen. En donderdag dan wordt het op de meeste plaatsen een hele aardige dag. Met wolken en zon. En kan het 18, 19 graden worden. Ja, vrijdag en in het weekende, zoals gezegd, langzaam maar zeker weer die wisselvalligheid die onze kant op gaat komen. Vrijdag met een beetje geluk duurt dat heel lang. En is dat pas in de avond. Nog een fijne dag.